In de Vlaamse rand liggen talloze pareltjes van kastelen en parken, vaak verscholen achter een kasteelpoort of muur. Maar speciaal voor Viva worden deze zomer de kasteelpoorten geopend. Het kasteel de Robbiano in Tervuren is sinds 1994 de thuisbasis van SAS, marktleider in business intelligence en analytische software. Marleen Reniers van SAS leidt ons rond. Welkom bij SAS, kasteel de Robbiano, waar wij eigenlijk dagelijks aan het werk zijn binnen het bedrijf. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Werken in een kasteel. Heel bijzonder in het kasteel. Het is heel rustgevend ook, omdat je niet echt de indruk hebt om een bedrijf binnen te stappen. Dus we zitten in het groen. Het is eigenlijk wel een unieke locatie. En het is dan ook nog eens een pand met een geschiedenis, met een ziel. Ja. Een heel rijke geschiedenis, moet ik zeggen. Een geschiedenis die heel ver teruggaat in de tijd, naar het jaar 800, bij het stenen huisje. En daarvan kunnen we de restanten nog in de kelder bekijken. Ach, ik ben al blij dat ik hier ben. Kun je hier de waterput bewonderen? Het is nog de originele waterput van vroeger. Kinderen achter de wijnkelder. Oh, wauw. Ja, het is de originele wijnkelder. Het zijn verschillende stadia. En nu het stenen huisje, uiteraard, wat er van overblijft. Ik kan hier de dikke muren bewonderen eigenlijk. Een meter dik van hoe men vroeger een huisje bouwde. Heel kleine raampjes. En zo groeit een site, zoals andere sites ook uitgroeien, naar iets moois. Een groot kasteel bijvoorbeeld, na vele jaren. De huidige vorm van het kasteel de Robbiano dateert van in de 19e eeuw. Maar daarvoor was het in bezit van heel wat ronkende namen, zoals Maximiliaan van Egmond en Willem de Zwijger, prins van Oranje. Na een periode van Spaanse bezetting komt het in 1837 in het bezit van Louis de Robbiano, die huwde met de Duitse Amélie de Stolberg-Stolberg. De prachtig gerestaureerde muurschilderingen in het kasteel vertellen ons nog steeds de geschiedenis van de graven die hier woonden. Je moet de muurschilderingen kijken als een fotoalbum. Met zichten, met bijvoorbeeld hier collages van verschillende gebouwen of zichten die echt hun doen herinneren aan waar ze vandaan kwamen. Wauw, en dat is toch dit dat kasteel? Ja, dat is het kasteel de Robbiano, zoals u het vroeger zag, met het zicht van over de vijvers. En daar kan u ook de zijkant van de kapel zien, met nog de originele ingang van de crypte. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog worden de bezittingen van de families de Robbiano en de Stolberg in beslag genomen door het leger. De familie besluit niet meer terug te keren. Vanaf 1921 wordt het kasteel een vakantiekolonie voor kinderen, met desastreuze gevolgen voor onder andere het interieur van de kapel. Sinds vorig jaar is begonnen met de volledige restauratie en daar is men hier bijzonder trots op. Dit is meer dan een kapel. Dus de kapel heeft eigenlijk de content van een kerk. Het is echt een uniek stuk waar ik al 10 jaar mee bezig ben om eigenlijk tot deze restauratie kunnen mee bezig te zijn. Er zijn enorm veel ontdekkingen. Amai ja, hier wordt inderdaad nog volop gewerkt, hè? Ja, hier zijn we dus eigenlijk nog wel een tijdje bezig met de interieurrestauratie. Zoals je kan zien spitsen we ons toe op de muurrestauratie. Dus het vrijleggen van alle muurschilderingen. Want eigenlijk hebben we ons eigen Sixtijnse kapelletje. Want ook het gewelf is volledig beschilderd. Niet figuratief, maar repetitief met de schablonen. Je kan eigenlijk daarvan al een stukje zien daarboven, ja, waar we de vrijlegging gedaan hebben. Prachtig. Hoe heb je eigenlijk ontdekt dat dit zo waardevol is? Want als ik zo die gele verf zie, ja, dan moet je het maar te weten komen, ja, hè, dat er van alles achter schuilt. Er schilfert van alles af door alle jaren heen. Je krabt een keer met je nagel. Je ziet dat daar dingen achter zitten. Uiteraard dan, dat triggert jou om te weten van wat er ook achter zit. Als je kijkt naar het kasteel en de rijke muurschilderingen, dus dan
leek het eigenlijk vanzelfsprekend dat hier ook heel wat muurschilderingen zouden verborgen zitten. Jullie zijn nog wel een tijdje bezig hier met de renovatie? Ja, deze interieurrestauratie gaat zeker totaal 2020 in beslag nemen en in 2021 nog doorgaan. Ja. Want ja, dit is echt iets wat je probeert in te schatten in tijd, maar wat ontzettend moeilijk is om er een tijdstip op te plakken. Maar als het klaar is, dan mogen het we dan terugkomen? Ja, zeker en vast, heel graag. Na de verrassende ontdekkingen in het kasteel de Robbiano maken we ons op voor de koninklijke wandeling. Deze wandeling van 7 kilometer brengt je langs koninklijke dreven, mooie grasvelden en tussen exotische en vreemde boomsoorten in het geografisch arboretum van Tervuren. Uniek aan dit arboretum is dat de boomgroepen aangeplant zijn volgens hun geografische oorsprong en niet per soort. De collectie bestaat uit ongeveer 700 boomsoorten en meer dan 30.000 bomen en is ingedeeld in twee grote delen. De Nieuwe Wereld verwijst naar Amerika en de Oude Wereld naar Europa, Noord-Afrika en China. Zo maak je in enkele uurtjes tijd een figuurlijke wereldreis van Californië tot Alaska.